hartelijk welkom bij het nieuwe SGP Weekjournaal. Leuk dat jullie allemaal weer kijken. Graag praten we jullie bij over het Kamerdebat van deze week. Want de Tweede Kamer debatteerde over de verkiezingsnederlaag voor de coalitie en wat dat betekent voor het kabinetsbeleid. Ja, toen het kabinet Rutte 4 zo'n anderhalf jaar geleden aantrad, toen hadden VVD, D66, CDA en de ChristenUnie met elkaar afgesproken om de stikstofdoelen 5 jaar naar voren te halen. Van 2035 naar 2030 dus. Nou, iets waar de SGP al van meet af aan geen hel in zag. En het bleek ook wel dat het veel ophef en weerstand veroorzaakte in de samenleving en ook boerenprotesten op de been bracht. En CDA en ChristenUnie voelden zich daardoor zelfs al gedwongen om te zeggen dat wat hen betreft die 2030-doelen niet meer heilig zijn. Ja, de recente uitslag van de provinciale en staatsverkiezingen hebben die gedachten bij het CDA versterkt. En ze willen ook de doelen voor 2030 heronderhandelen. VVD en D66 zien daar helaas niets in. En hoewel het kabinet rust probeert uit te stralen, is de spanning zeer voelbaar. Ja, en tijdens dat duidingsdebat voerde namens de SGP Kees van der Staaij het woord. En hij roept het kabinet op om te stoppen met die 2030-doelen en ook niet meer te spreken van gedwongen onteigening of uitkoop. En hij wil graag duidelijkheid voor de provincies. Was het niet dit kabinet dat na een eindeloze formatie op bladzij 1 van het regeerakkoord beloofde werk te gaan maken van een overheid die betrouwbaar, dienstbaar en dichtbij is? Daarbij komt, het stikstofdossier vraagt om een doordacht samenspel met die provincies. En is het eerlijke verhaal dan niet gewoon dat het kabinet er niet uitgekomen is? Dat de hakken dieper in het zand gingen? Is niet daarom de touwtrekwedstrijd verdaagd naar, ja, naar wanneer eigenlijk? Intussen kunnen de provincies er geen touw meer aan vastknopen. Worden ze in hun plannen nu beoordeeld op 2035 of op 2030? Hopelijk is het kabinet echt wakker geschud. Het moet werkelijk anders en beter. Minder Haags wensdenken, minder tekentafeldenken. Meer oog voor hoe alles neerslaat in het leven van alle dag. Tijdens het debat plaatste Kees van der Staaij kritische interrupties op zowel VVD als D66. Want wat is het nu? Wel of niet heronderhandelen? 2030 of 2035? We hebben afgesproken in het coalitieakkoord dat we in 2030 de stikstof gereduceerd willen hebben. Daar staat mijn vraag voor. Dat weet ik allemaal hoor. En dat is allemaal echt hele ware dingen. Maar mijn vraag was eigenlijk, als u nou een toepassing maakt van dat minder moeten, dan is toch precies wat er nodig is op zo'n onderwerp als stikstof, meer zuurstof, meer lucht. En niet zeggen van het moet van de regeerakkoord, moet van rechtelijke uitspraak. Daar lopen nu juist met z'n allen toch tegenaan. Dus maak alsjeblieft dan ook die toepassing. Steunt u dan ook het CDA als die zeggen we moeten gaan heronderhandelen, want we zien op dit punt dat het nodig is. Is D66 nou bereid tot heronderhandeling of niet? Heer Paternotte. Ja, voorzitter, er is duidelijk afgesproken, het stikstofbeleid aanpak gaat gewoon door. Alleen is er een aankondiging geweest van het CDA dat zij op een zeker moment willen gaan heronderhandelen over een deel van dat akkoord, namelijk wat er over stikstof is opgeschreven. Voorzitter, ik hoor de heer Paternotte steeds weer zeggen, de stikstofaanpak gaat gewoon door. Maar als ik dat meer juridisch vertaal, dan kijk ik naar de huidige wet en naar het programma Natuurherstel stikstofreductie, gebaseerd op die wet. Dat is toch gewoon door op basis van 2035, want 2030 is toch juist de versnelling wetswijziging voor nodig? Heer Paternotte. Ja, en die wet is nu net uit consultatie gekomen, maar minister Van der Wal heeft vorige zomer al bestuurlijke afspraken gemaakt, ook met de provincies. Ja, een bestuurlijke wens, ook door de minister geuit, van 2030 die versnelling, betekent niet dat in alle provincies daar nu ook enthousiasme, draagvlak is, laat staan of formele binding aan is. De SGP vindt het een goede zaak dat de stikstofdoelen voor 2030 op losse schroeven zijn komen te staan en complimenteerde daarom Pieter Heerma van het CDA. Toch kon ook hij rekenen op een kritische vraag van Kees van der Staaij. Ja, voorzitter, voor tijd voor een beetje bijval voor het CDA. Hè? Ja. Want ik vind het eigenlijk wel een goede inzet. Inderdaad, wij herkennen dat precies zo. Dat je ziet hoe die fixatie op dat jaartal de zaak helemaal juist in de praktijk klem zet. Maar dus steun voor die inzet. En dan ga ik ook niet zitten miezenmuizen dat ik wel een handtekening onder dat coalitieakkoord heb gezet. Want beter ten halve keer dan ten hele gedaald. Maar wel even de vraag, als ik zo om me heen hoor, je wordt er niet heel optimistisch van. Want je moet een inhoudelijk verhaal hebben. Maar een beetje politieke wil heb je toch ook nodig om met zo'n coalitieakkoord aanpassing te krijgen. En citeer hier maar een beetje die politieke wil om er het CDA ook op dat punt tegemoet te komen. Heer Heerma.
Nou, ik ben sowieso blij dat de heer Van der Staaij begon waar hij begon. Want het is ook wel fijn om na al het onbegrip die de heer Dassen formuleerde ook enige steun en voor de inzet. Het verbaast me overigens van de SGP niet, die ook een hele warme poldertraditie heeft. En ik gun hem de opmerking die hij maakte over de handtekening stond er wel onder. Want dat is een feit. En daarom heb ik ook aangegeven dat ik het niet nu wil heronderhandelen, omdat ik anders dezelfde fout maak die we toen ook gemaakt hebben. Nadat alle Kamerleden hun vraag hadden gesteld, kwam premier Rutte aan het woord om tekst en uitleg te geven. En ook voor hem had Kees van der Staaij wel een aantal lastige vragen in petto. Want is er voor de provincies nog wel een touw aan vast te knopen aan dit stikstofbeleid van het kabinet? En de SGP eist daarom dus ook echt duidelijkheid. De wens van het CDA moet hier niet verstorend zijn op dit punt. Dat is een zaak voor de coalitie. Maar wat feitelijk waar is, is dat de bestaande wet uitgaat van 2035 en de politieke afspraken in die coalitie zijn 2030. En het kader zoals dat er ligt, is op dat punt volstrekt helder. Dank u wel. De heer Van der Staaij tot slot. Voorzitter, tot slot. Maar die handreiking die loopt vooruit op een nieuwe situatie van wetgeving, waarvan net het CDA hier heeft gezegd, ja, we gaan natuurlijk die wet nu niet aannemen op het moment dat het nogal duidelijk is. Dus het is volstrekt niet helder. Het is totaal onduidelijk waar je provincies aan moet houden. En wat mij betreft kan je eruit komen, als je in die versnelling wil, als je dan ook zegt, provincies, als jullie met goede plannen komen, gaan we niet dimdammen over 30 of 35, maar dan gaan we over de brug komen met het geld. En dan vind ik het helder. Zullen we nou eerst eens zorgen dat die provincies ook met die plannen komen? Daar zijn ze vreselijk hard mee bezig. Ze gaan uiteraard niet Overijssel. Ja, maar hebben al plannen ingediend. Die zijn er waarschijnlijk voor 1 juli of net op 1 juli, want al die provincies zijn er vreselijk hard mee bezig. Dus dan praat je waarschijnlijk toch over 1 juli en de hele beoordeling daarna. En dan wil je ook zo snel mogelijk aan de slag. En dan ga je er toch heel goed naar kijken wat er precies in staat en dat gesprek met die provincies voeren. Maar die commissarissen kwamen al langs en die provincies die zeggen al, we hebben al lang plannen liggen, maar Brussel ingewikkeld. Nee, maar financiën heeft allerlei voorwaarden. Nee. Uitvoering is ingewikkeld. Dus die praktijk is al verder dan Den Haag en Brussel. En daarom de vraag, wanneer gaan we nu gewoon zeggen, jongens, goede plannen, gaan we geld vergeven, boter bij de vis en niet eindeloos dat rekken met al de discussies hier. Dank u wel. De uitkomst van het debat is dus dat de coalitiepartijen nog voor de zomer gaan heronderhandelen over de stikstofdoelen. Voor de SGP is het heel belangrijk dat 2030 van tafel gaat daarbij. En wat Kees van der Staaij betreft, heeft het kabinet daar nog één laatste kans voor. Voor de SGP staat wel voorop dat wij het op zichzelf positieve ontwikkeling vonden dat het CDA heeft gezegd wij willen heronderhandelen op dat punt. Ik moet zeggen, voor ons als SGP ligt de lat altijd heel hoog voor een motie van wantrouwen tegenover zeker een heel kabinet. En deze motie gaat ons dan ook op dit moment te ver. Wij zullen die motie niet steunen. Ik zeg er wel bij, het licht staat voor ons op oranje. Uiteraard spraken we Kees van der Staaij voor de camera van het SGP Weekjournaal over de motie van wantrouwen die werd ingediend door Jesse Klaver. Een oranje sein voor het kabinet van de SGP, maar toch de motie van wantrouwen niet gesteund. Ja, inderdaad. Kijk, we zien natuurlijk heel veel moties van wantrouwen steeds tegen een kabinet. En dat is ook logisch, een oppositie wil een kabinet weg hebben. Nu was er ook echt wel een reden om dat serieus te nemen, want het was natuurlijk toch wel een weinig vertoonde situatie dat er wordt gezegd aan een onderdeel van het regeerakkoord willen we gaan sleutelen. Maar we weten nog niet precies wanneer en of we eruit komen met elkaar. En ondertussen, nee hoor, alles kan gewoon doorgaan. Nee, natuurlijk ontstaat daar onduidelijkheid in de praktijk. En daarom hebben we ook wel ons kritisch opgesteld in debat. Motie van wantrouwen vonden we uiteindelijk toch te ver gaan. Omdat, laten we wel zijn, in vergelijking met de situatie voor de verkiezingen, is er juist, in ieder geval bij één van de partijen, het CDA, nu een beweging de goede richting op. Dan zeggen we, nou laten we dan nog even ook de ruimte bieden aan het kabinet, maar niet te lang. Het kan niet eindeloos doorduren natuurlijk. Om te kijken of het CDA ook de andere partijen ervan kan overtuigen en daarmee het stikstofbeleid als geheel voor ons redelijker kan worden. Ja, u zegt ook dat moet niet te lang duren. Dat als het goed is komt het voor de zomer. Is dat daarmee ook de laatste kans voor dit kabinet om nog iets te kunnen doen aan stikstofbeleid wat u betreft? Ik denk eerlijk gezegd dat dat als ze voor de zomer hier niet uit zijn, als het in ieder geval in de komende maanden niet tot helderheid komt, dat het onwerkbaar is. Dat je merkt dat dit ook natuurlijk wel een fase is in het optreden van een kabinet die over het algemeen de ondergang inluidt. Namelijk openlijk komen meningsverschillen tussen coalitiepartijen
naar voren zonder dat er echt duidelijk zicht is op een oplossing. Tot slot kijken we nog even naar het einde van de bijdrage van Kees van der Staaij, waarin hij ingaat op de vraag wat de verkiezingsuitslag betekent voor de SGP. En voorzitter, tot slot, die verkiezingsuitslag, inderdaad, complimenten en felicitatie voor de BBB in het bijzonder, met zo'n fantastische uitslag, zoveel kiezers achter zich. Maar ik denk dat die verkiezingsuitslag, die grote bewegingen ook van iedere partij vraagt om goed in de spiegel te kijken. Ook van elke partij in dit huis. Waar staan wij eigenlijk voor? En ziet de kiezer ook waar wij voor staan? Hoe houden we contact met die kiezer in het hele land? En voorzitter, ik zeg, die vraag die zou iedere partij moeten beantwoorden. Ik wil ook zeggen namens de SGP dat ik dankbaar ben voor die steun voor ook onze partij. De gegroeide steun ook weer in de afgelopen periode in, voor onze partij. Al heeft hij een bescheiden bijdrage in het geheel. Maar ik weet wel, en onze kiezers weten wel waar ons hart klopt, waar we voor staan. Voor constructieve politiek bij een open Bijbel. De overtuiging dat we goed om ons heen moeten kijken. Maar dat we ook voor alle dingen omhoog moeten kijken. Dat we hard moeten werken. Maar bovenal ook moeten bidden om Gods wijsheid en zegen. Ik dank u. Ja, met deze mooie afsluitende woorden van Kees van der Staaij zijn we ook aan het einde gekomen van dit SGP Weekjournaal. Heel hartelijk dank voor het kijken. Waardeert u het? Vond je het leuk? Doe dan een duimpje omhoog. Abonneer ook op ons kanaal om niets te hoeven missen. Zet het belletje aan om een melding te krijgen zodra we weer een nieuwe video plaatsen. Graag wensen we u gezegende dagen rondom Goede Vrijdag en Pasen. Ja, en dan hopen we ook volgende week er weer te zijn met een nieuw SGP Weekjournaal. Heel graag, tot dan.